Het bleef een uitdaging om een voorraad aan gebruiks- en verbruiksartikelen te hebben. De ziekenhuizen kampen nog steeds met dit probleem. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid wordt er alles aan gedaan om de bevoorrading bij de ziekenhuizen op peil te houden. Natuurlijk proberen wij dan ook op diverse manieren de ondersteuning te bieden aan ziekenhuizen. Zij het nou in kapitale investeringen. Om zoveel mogelijk, laat maar zeggen, de ziekenhuizen geld te laten besparen zodat zij de inkopen kunnen doen van zaken. Dus we kunnen onmogelijk alles doen. We kunnen onmogelijk 100% doen. Er is een verdienmodel van ziekenhuizen. Men koopt ook in op basis van de prioriteiten en budgetten. En de overheid komt in met natuurlijk die sideline ondersteuning. Het ministerie heeft al meer dan $40 miljoen aan investeringen gepleegd om de zorgsector te verbeteren. De overhandiging van nieuwe ambulances op kort termijn behoort tot één van de investeringen. Vanuit de overheid wordt er in voldoende mate geïnvesteerd, meent minister Ramadien. We betalen maandelijks vanuit het SZF op basis van reële declaraties van dienstverleners. Daar praat ik vanaf de eerste lijn tot ziekenhuizen, tot specialisten, tot apotheken, laboratoria, radiologische klinieken. In totaal 270 miljoen SRD. Dat betekent dat je behoorlijk veel investeert. Toch? Op dagbasis heb ik uitgerekend, is bijna $270.000 geven uit per dag. Dat is het budget, het zorgbudget. Het ministerie van Volksgezondheid investeert in voldoende mate in de sector om deze steeds te verbeteren.